Hallo kijkers en tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KV Mechelen Carrière Mode. In de vorige aflevering waren we net uitgeschakeld in Europa, dat kan ik me nog herinneren. We beginnen in deze aflevering aan de playoffs, kampioenen playoffs. De eerste wedstrijd in die playoffs is dan tegen Standaard, dus die ga ik even simuleren. En we winnen met 0-2 in Standaard. Oké, nu komt de wedstrijd eraan tegen Union. En even kijken naar de stand. Ze staan net onder ons. Misschien al een kans nu al scoren. Ah, jammer. Misschien nu voorzetten. Ah, geen goede voorzet. Nu misschien. Pasen. En nu afwerken. Yes, de goal. Onderscheppen. Zo, goed zo. Alonso. Met de goal misschien, yes. 2-0. Is weer meer zekerheid. En Union wordt helemaal weggespeeld. Oh jee, dat is niet goed. Keeper red. Aster Franks. Voorzet. Ah, we halen er hoekschop uit. Goed gedaan. Ah, de tackle. Nu scoren. Oké, de 3-0. Ik denk dat de overwinning nu wel zeker is. Oh jee, dat is niet goed hier. De keeper kan ook nog zeven. Wil misschien nog een goal. Nee, keeper red en nog wordt nog gesaved. Zo, wedstrijd zit erop. Mooie overwinning tegen Union. In de stand staan we nog steeds twee dus. Het kan ook heel spannend worden als we eerst willen eindigen. In Brugge spelen we gelijk. 1-1. Hier winnen we met 1-3. Goed resultaat. Oké, er komen nog twee thuiswedstrijden aan. Dus wij moeten beide wedstrijden winnen. En Club Brugge mag geen punten meer pakken. Dus dit wordt heel lastig nog. We winnen met 2-1 van Standaard. Maar het ding is, als we nog eens 3 punten hebben gepakt, Club Brugge, kunnen we ze sowieso niet meer inhalen. Dus, wel nog spannend. Heeft Club Brugge gewonnen of niet? Ah, jammer. Ah, Club Brugge is al een kampioen geworden. We kunnen het niet meer inhalen. Ja, de laatste wedstrijd, simuleer ik dan gewoon nog. Helaas, geen kampioen. Was wel een leuk seizoen, maar we eindigen alweer op de tweede plek. Ja, het is 4 gelijk tegen Brugge, maar weinig sowieso tweedes. Deze playoffs heeft Genk gewonnen. Oh, Leuven. Leuven wint de beker van België. Niet gedacht dat ik dit zou meemaken op FIFA. Mooie parcours van Leuven. Ja, hier wint Genk. Ja, de Supercup is gewonnen door Barcelona. En even hier de Champions League groep even bekijken. En hier zat Antwerpen. Hier zit PSV, dus ik kijk wel even naar de Belgische en de Nederlandse teams. Oké, dan naar de laatste 16. Kwartfinale. Halve finale. En dan de finale. Manchester United is... heeft de Champions League gewonnen. Hier hebben we de groepfases van de Europa League. Hier zaten wij. We deden het best goed in de groepfases. Hier zit Club Brugge. Hier in deze voorronde hadden we Leipzig uitgeschakeld. Dan hadden we hier Benfica uitgeschakeld. Dan werden we helaas uitgeschakeld door Manchester City op penalties. City heeft dan Napoli kunnen uitschakelen. En dan is uiteindelijk Arsenal toch nog winnaar van de Europa League. Hier de Conference League even zien. AZ heeft zijn groep goed kunnen winnen. Hier hebben we Union.
die nog tweede is kunnen eindigen. Hier hebben we Anderlecht. Hier hebben we Ajax. Voorhand dus. Laatste 16. De kwartfinale. Halve finale. En uiteindelijk is het een club uit Nederland die de Conference League heeft gewonnen. Dat is wel mooi om te zien. Ik ga ook even kijken naar alle competities. Ik ga ze niet allemaal bekijken, maar degene waar ik geïnteresseerd in ben. Dus hier is Kopenhagen aan de top. De Bundesliga. Leipzig, oké. We hadden hun uitgeschakeld in de Europa. De Premier League. Arsenal kampioen. Oké. Wel een goed seizoen voor Arsenal. Ze zijn kampioen in eigen land en winnen ook nog de Europa League. Dus dat is best netjes. Aston Villa promoveert. PSG natuurlijk. Italië. Juventus kampioen. Eredivisie. Ajax wordt nog eens kampioen. Noorwegen. Ja, deze competitie is waarschijnlijk nog bezig. Polen. Lech Poznan. Portugal. Porto. Hier is Celtic kampioen. Barcelona kampioen in Spanje. Fenerbahçe in Turkije. Ja, hier in Zwitserland. Young Boys. Oké, goed. Wat ik nu nog kan doen is mijn teamselectiescherm eens zien. Dan kan ik even alle statistieken bekijken. Er staan hier ook een paar spelers tussen die uitgeleend zijn, zoals deze. Helaas is deze speler niet kunnen groeien, dat is wel jammer. Oh, hij is 4 gegroeid, dat is mooi. 3 gegroeid. Ja, Niklas Storm heeft hier wel een goed seizoen gespeeld. Hier Duran Vierhoek. Leuk om allemaal even te bekijken. Oké, Robrecht is wel 3 gegroeid, dat is mooi. Oké, dat waren al onze spelers. Maar ja, ik denk dat dit wel goed is om de video hier af te sluiten. Dus ja, we hebben alweer opnieuw een seizoen afgerond van KV Mechelen. Ik denk dat dit ons 3e seizoen was. En dan hoop ik dat we in het 4e seizoen gewoon kampioenen kunnen worden. Dat zou mooi zijn.